Hoi, ik ben Nico en de vraag van vandaag is: hoe pak ik het beste mijn rugzak in voor het backpacken? Laten we beginnen met het ondervak. Daar stop je spullen in die je overdag niet veel nodig hebt. In het hoofdvak komen eigenlijk de meeste spullen te zitten. Dat varieert een beetje van een slaapzak, een matje, potten en pannen, een brander, eventueel ook een tent en ga zo maar door. Belangrijk is dat de zware dingen tegen het rugpand aanzitten en het liefst zo laag mogelijk. In het topvak doe je spullen die je snel nodig hebt. Eten, zonnebrand, EHBO, je telefoontje, je portemonnee. Gewoon hoppatee dat je erbij kan komen. En zorg ervoor dat je rugzak logisch inpakt wat je zelf prettig vindt. En onthoud heel goed de zware dingen tegen het rugpand aan, liefst zo laag mogelijk. En veel plezier met jouw avontuur.